Olivier Rommens, jij bent weer helemaal terug, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Vandaag eerste training gehad. Ja, het voelde echt wel heel fijn om terug op het veld te staan. Kun je ons even meenemen in wat voor jaar je achter de rug hebt? Een heel zwaar jaar. Dan het seizoen gewoon begonnen. Ik kwam ook net terug van een andere blessure. Dan begin je het seizoen met volle moed terug. Voorbereiding meegemaakt. Dan de eerste twee wedstrijden tegen Vitesse en tegen PSV zat ik op de bank. Dat heb ik niet gespeeld. En dan moesten de jongens die niet veel gespeeld hadden of niet gespeeld hadden, moesten dan met de belofte spelen. En dan in een wedstrijd ben ik daar geblesseerd geraakt. Aan mijn knie, kruisband gescheurd. En dan weet je dat het gewoon heel lang gaat duren voor je terug bent. Dan heb ik nog een infectie gekregen op mijn knie ook nog, na 3 weken. Dus dan heb ik ook nog een tegenslag gehad. En ja, die periode was heel moeilijk. Maar ja, op een gegeven moment komt er wel licht aan het einde van de tunnel. En dan, als ik nu vandaag terug hier sta, dan ja, daar doe je het dan wel voor. En ben ik heel blij dat ik vandaag terug heb mogen trainen. Hoeveel maanden heeft het in totaal geduurd? Ik zit nu op bijna 10 maanden. En ja, ik denk dat ik nog wel een maand of zo ga nodig hebben voordat ik echt helemaal terug wedstrijd fit ben. Dus dat gaat tussen de 11 en 12 maanden zijn dat ik gewoon helemaal terug hersteld ga zijn, denk ik. Ja, dus nu het licht aan het einde van de tunnel. Ik denk dat we ook zeker weer naar de toekomst moeten kijken. Ik bedoel, je staat hier weer niet voor niks. Hoe ziet je het komende seizoen voor jou eruit, hoop jij? Ik hoop eerst gewoon dat ik fit raak en dat ik dan gewoon een trainer kan laten zien dat ik fit genoeg ben om te spelen. Want dat is natuurlijk, elke speler wil spelen en ik wil ook spelen. Dus ik ben wel heel gretig. Maar ik wil ook wel gewoon de rust bewaren en mezelf ook wel de rust geven. Maar ja, ik ben gewoon een sportman en ik wil gewoon altijd spelen. En daar ga ik wel ga vechten voor mijn plek.